steentje is, met wat blikjes, een stukje van een stof van een luifel. En daar maakte hij dan weer composities van, bakken met allemaal roest. En heel fijn geschilderd, ja. Maar wel magisch realisme. Hij ging juist voorbij die foto. Het moet iets extra's krijgen, iets dreigends eventueel. Echt waanzinnig. Precies een jaar geleden overleed de Vlaardingse kunstenaar Aad Hofman. In zijn Galerie De Duig, die hij vroeger runde samen met Dick Katz, exposeert de huidige eigenaar, neefje Robert Daalmeijer, met het magische werk van Hofman. Op een gegeven moment ging hij dan die landschapjes fotograferen en dan maakte hij daar weer kleine schilderijtjes voor, allemaal miniatuur. Daar heeft hij er ook tientallen van gemaakt hoor. Maar het is ook allemaal herkenbaar, weet je? Dit is dan nog Oeverbos, dit is volgens mij langs de vaart ergens. Ja, dit is heel herkenbaar voor heel veel Vlaardingen, dus het is echt dat lijntje als je in de Broekpolder loopt. Deze expositie hadden we al gepland toen hij nog leefde. En ik denk, dit is ook leuk voor Vlaardingen. Het is allemaal zo herkenbaar. Dit zijn allemaal kleine juweeltjes. Joh. Dus als je het ziet, wil je ze bijna meenemen gelijk. Hofman was volgens Daalmeijer veel meer dan alleen zijn oom. Nou, ik was 23 en niet al te stabiel, zeg maar, rond die tijd. Toen zei Aad, kom lekker hier schilderen. Maar hij was in die periode was hij echt zwaar depressief. Dus hij had weer een doel en ik kreeg weer een leven, zeg maar. Dus we vulden elkaar aan daar. Elkaar omhoog getrokken. Ja, ja. Daar heb ik heel veel aan die man te danken natuurlijk, uiteindelijk. Een van de laatste keren dat hij binnenkwam met zijn stok, zat ik hier in die hoek te werken. En ik heb hem dat nog nooit horen zeggen. Ja, hij staat stil en zegt zo, tering, dat is mooi. Toch een goed compliment. Ja, echt. Zeker uit zijn mond, want het was een zeikert hoor. Heb je nou ook een favoriet hier? Ja, tuurlijk. Oh, daar loopt hij heel snel naartoe. Die vind ik fantastisch zelf. Daar heb ik ook een andere lijst om. En ik denk, ja, die moet gewoon goed ingelijst worden. Die wil ik zelf houden. Ja. Mijn muze, het is een soort tweede vader geweest. Een goede vriend. Ja, heel veel dingen gemeen met elkaar. Gewoon mijn hele kijk en mijn hele zijn heeft hij gevormd. Ja, eigenlijk wel trots op die man.